Comedy Glam. Do you want the mic? Mano de Wipper, de Pip Pip Pavillon. Hey, lekker lekker, met jou. Met mij gaat het goed, man. Je hebt de eerste workshop meegemaakt. Onder leiding van Ivan Tayapin. En je was laat. Ja, kijk, als Rijman het kan, waarom ik niet? Ik bedoel... hoe heb je die dag toch nog ervaren? Oh, nou, als heel erg leerrijk. Ik heb heel wat pointers gehad, die anderen ook, maar ook uit hun fouten heb ik kunnen leren. En dat is heel erg goed. Sowieso zie ik sowieso een talentvolle jongen, maar ik zie ook dat hij heel fysiek is. Dus ik heb door middel van beweging heb ik dat allemaal uitvergroot. En ik merkte dat hij meteen die aanwijzingen, hij pakte alles meteen op. En dat is voor mij belangrijk, dat mensen ook even zien van, hey, wacht even, ze kunnen meer doen. Als je toch nog moet kijken naar je uitdagingen, wat was je grootste uitdaging op dat moment? Waar bleef je het langst op haken? Nou, eigenlijk mijn performance skills een beetje, om nadruk te leggen op bepaalde dingen en weten wanneer ik een kleine pauze moet houden, of, weet je. Maar het gaat goed komen, komt goed. En ook de accenten leggen, alles belachelijk vinden terwijl je praat en zo, dat ging allemaal vrij makkelijk. Maar ik heb hem ook gezegd, je moet het oefenen, want oefening baart kunst. Dat is niet zomaar een spreekwoord, je moet heel veel oefenen en dan pas komt het eruit. En dat niet voor granted nemen natuurlijk. Nou, je staat niet voor het eerst op het podium. Maar wel voor het eerst op de Comedy Glam podium. En je weet, daar kijken heel veel mensen naar. Hoe zie jij jezelf daar straks staan? Nou, als de zelfverzekerde persoon die ik altijd ben. Ik wacht op die mensen om me te zien. Ik kan niet wachten. Ja, ze gaan genieten. Nou, dan heb ik nog maar één ding te doen, man. En dat is jouw succes wensen. Ja, dankjewel. Die mensen die komen kijken naar die shows of die me gaan zien op tv, wil ik wel zeggen, ga eerst naar het toilet voordat je naar me kijkt.